Jawel, dit is de tweede aflevering van Zomertips. We hebben al tips gegeven voor mobile games en nu gaan we tips geven voor, ik, ja, ik heb hem niet eens meegenomen, mijn Switch. De Switch, ik heb hem ook niet bij me, maar eh, ja, nee. als ik dat geweten had, had ik hem meegenomen. Ja, dat is waar, want uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik neem mijn mobiel altijd mee op vakantie, ja. dat is wel handig. En mijn Switch. Ja, Switch, uh, switch is onontbeerlijk. En ik moet zeggen, ik heb nog een uh, ander perspectief en dat is dat ik, dat ik namelijk ook met kids op vakantie ga. Ja, heb, heb, heb je één of heb je twee? twee Switches? Uh, ik heb er twee, maar ik neem er maar één mee. Oeh, en wel omdat ik zo. niet wil dat mijn kinderen uh, op vakantie uh, helemaal in de media gaan. Daarvoor nou. is het geen vakantie. Nee, We zijn op vakantie om samen toffe shit te doen en te zwemmen en weet ik wat. Ja. En niet om de hele dag uh, met een kop achter het scherm te zitten. Ja, ja. Uh, maar ik weet gewoon van ja, als je met kleine kinderen uh, op pad bent... soms hebben ze het gewoon nodig om even te chillen, even te ontspannen. En soms is het ook leuk om met z'n allen iets te spelen. Dus dat, um, ja, dat kan verkomst, met ja. de Switch. Als je de ja, ja, precies. Want dan heb je in principe vier joycons. Dus dan zou je met het hele... Ja, oké. Okay, nee, dat dat ja. Ik heb er twee. Dus uh, mijn vriendin neemt twee er een... ja, Ik heb er een van jou gehad. Uh, nee, ik heb geen twee kinderen. Oh, um, twee <laughs> ik, heb twee. ik had er zelf één en ik heb er nog één gehad uh, bij Blammo. En de ene, daar speelt mijn vriendin altijd op. Dat is de, de, de kleinere Switch. En ik heb nog de, 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 de algemene de Switch, de gewone. Ja. En uh, ik neem altijd daar uh, games mee. Ik heb ook al, altijd wel wat, op, wat op, mijn, um, op mijn mobiele telefoon. En dat is eigenlijk meer voor uh, in het vliegtuig. Want dat is Meestal ga ik naar Griekenland of Turkije. Dat is vier uurtjes vliegen, vier en een half. En die Switch-batterij haalt dat net niet. Ja, die, is, die batterij gaat niet lang mee. Dat nee. is, daar, het is ook niet echt voor een vliegtuig. Hoewel, ik, als je bijvoorbeeld weer lange vluchten doet. Tegenwoordig hebben al die uh, dingen gewoon een charger ja. uh, in hun stoel zitten. Nee, dus dat, dat, uh... dat is waar. Dus dan kan het wel. Uh, ja, En soms als ik een stukje met de bus moet of zo. Dan is zo'n mobiele telefoon uh, wat makkelijker dan als je naar het strand gaat om een Switch mee te nemen. Ja. Maar ik neem hem altijd mee. En uh, ja, dan gaan we gewoon weer uh, tips geven van wat wij. Persoonlijk, het is dus persoonlijk, dus niet hmm. de beste games, maar wat wij dan uh, leuk vinden om mee te nemen. Wie weet heb je daar van. Ik wou aftrappen door te zeggen dat de game die jij had mee willen nemen, die is er nog steeds niet. En dat is, oh, maar goed, dan ben ik net te klaar. Dat is die, die arm, die, die, dat, dat strategiespel. Advance Wars. Ja. Vanwege Oekraïne, durven ze het niet meer. Nou ja, ik moet je wel zeggen dat fuck? ik zelf heel vaak gewoon een oude DS meeneem ah. en uh, Advance Wars meeneem. Ja. Um, maar goed, um, hier op de switch is hij er niet. Ik weet ook niet of die remake zo goed wordt hoor. Ik bedoel, ik vind de nee. graphics ik ben niet helemaal indruk, maar ja, kan je er veel aan verkloten? Ja, daarom, ik, ik weet het niet. Goed, nee. hij staat in ieder geval ook niet op mijn lijst. Nee, want uh, we gaan even om en om. We hebben er allebei vijf. Uh, jij bent begonnen met Animal Crossing New Horizon. Die had ik er dan niet bij, maar ik snap ja. hem wel. Nou, het is een, het is natuurlijk een fantastische game. Het is briljant. Uh, wat ja. er leuk aan is, is dat je ook aan het bouwen bent. Mm -hmm. uh, hij doet dingen met dag en nacht en uh, weet ik veel. Mocht je toevallig jarig zijn, dan krijg je een cadeautje in de game en dat soort dingen. Daar is het heel. Kinderen vinden het echt helemaal fantastisch. Ja. Um, Hebben die allemaal een eigen savegame? Nee, nee, dat kan niet helaas. Dus je hebt één account, één safe game. Ja. Um, maar goed, dus. Uh, ja, het is een fantastische game om mee te nemen. Ook ja. omdat het... Het is niet een game die je uitspeelt. Het is gewoon een game die je af en toe even oppakt. En dan chill je eventjes in de wereld die gecreëerd op de Animal Crossing. Je wordt er ook niet uh, gefokt van, als het ware. Van, nee. met, met competitief je... Uh, weet je wel? En dit is, dit is het hele relaxte zomergame. Ja, het is heel zen, is dit. Ja, ik... Uh, ja, goed. Ik, ik ben gewoon niet zo van... Ik ben er te ongeduldig voor. Maar dit is, denk ik, wel een van de grootste successen van... Op de Switch qua games van ja. de afgelopen tijd. Tijdloos. Dus uh, Animal ja. uh, Crossing. Uh, dan doe ik... Uh, ik ja, eigenlijk een, een, een must eigenlijk wel als je een Switch hebt, is natuurlijk gewoon Mario Kart 8 heb ik dan maar even genomen. Waarom heb je 8 genomen? Ja, ik denk... Ik, 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 nou, het is denk... natuurlijk de enige Mario Kart op de Switch, maar ja. het is wel echt gewoon een reissue van Mario Kart. Ik uh, weet dat, er, dat, de je, dat, we, dat we er uh, qua innovatie en, en qua uitmelk kunnen we er alles op zeggen. Maar ik vind het een ideale vakantiegame omdat je kan. Ik heb vaak van die 15 minuten dingetjes. Dat mijn vriendin net even wat langer bezig is met iets en dat ik dan even moet wachten. En dan is gewoon een race doen is gewoon leuk. Ik kan, ja, ik, ik vind het leuk. Om te het is niet de beste. Ik uh, vind het een leuke party game maar ik vind ja. er geen reet aan om dit in je eentje te spelen. Maar dat oh uh, ja. Uh, ja, ja, dan wil ik gewoon alles winnen of zo, weet je? Dat dat, dat kan ik kan ik. Ik kan mijzelf. Ik heb al, als als kind ook altijd speelde liever niet met andere kinderen competitief, maar altijd met mezelf. Ah, Oké, okay. nou. Dus, nou is, um, okay. Feitelijk uh, kun je natuurlijk ook gewoon uh, inderdaad met je kids uh, dit uh, spelen of met vrienden. Um, mm -hmm. Ja, vind ik een leuke game. Hoort er eigenlijk een beetje bij. Um, ja. Jouw tweede game was Super Mario 3D World en Bowser's Fury. Ja, dat vind ik eigenlijk de beste um, uh, Mario-game die er is. Omdat hij zo uh, super vet is om met elkaar te spelen. Oké. Okay. Dus uh, de co-op... Uh, weet je, Mario Odyssey is een, misschien een betere Mario-game. Mm -hmm. uh, maar het probleem daarbij was dat je dus of Mario bent of zijn cap bent. Cap ja. ben je dan. Cappy. En dat, um, dat vind ik flauw. Ik vind het tof in Super Mario uh, 3D World dat je dus... Uh, uh, en dit is ook een keiharde uh, Wii U-poort hoor, daar niet ja. van. Uh, maar dit is gewoon, als je op vakantie bent en je hebt dus inderdaad die vier uh, Joy-Cons, uh, werkt dit als een trein, omdat je ja. dat met elkaar kunt spelen. En um, ja, dit is echt, wat ik zei, het is dikke pret. Uh, en het is leuk om het met elkaar te doen. En je hebt ook van die, ja, weet je, je hebt gewoon hele toffe specifieke uitdagingen, dat is gewoon die levels uitspelen. Um, dus ik heb, uh, uh, als het gaat om multiplayer games met kinderen, is dit echt een aanrader. Echt super tof. Oké. Okay. Um, ik. Ja, ik, ik moest toch eigenlijk kijken naar wat ik zelf dan leuk vind. En ik had natuurlijk eigenlijk. Ik bedoel, als je dan toch over de beste game hebt. Dat is, dat is Legend of Zelda Breath of the Wild. Alleen. Ik heb dat twee jaar geleden op vakantie geprobeerd. Maar. Ik vind dat toch, um, daar moet je echt uren in steken. Ja. En um, dat, dat, dat heb ik gewoon niet, dat wil ik ook niet. Ik ben wat dat betreft net als Bad Boos, als je op vakantie bent dan doe je andere dingen: zwemmen, sporten, liggen, boeken lezen, gezelligheid. En dat je af en toe even een uurtje game of een half uurtje hier pakt als je op iets moet wachten of even gewoon even je verveelt, prima. Maar dit is niet een game die je gewoon heel snel op en. Af, uh... Maar je hebt hem wel gekozen. <laughs> nou ja, goed, ik zit nu te kijken. Want ik heb een zes. Dus eigenlijk wou ik zeggen: van, die heb ik dan weer niet bij mijn vijf gezet. Oh, maar ik okay. laat nu toch zien: Honorable. Want ik, ik ben het helemaal met je eens. Dit is ja. een hele vette game, maar absoluut geen vakantiegame. Nee. Waarom ook niet? Omdat veel uh, schermen best wel donker zijn. Ja. Uh, als je met je Switch op het strand zit, vergeet het. Sowieso elke keer ja. ben je dat <laughs> vergeten, hoor, maar <laughs> dit al helemaal. Uh, maar het is ook gewoon niet een game die je op vakantie speelt. Het kost te veel. Dit is gewoon ja. weet ik veel, een, een kerstvakantie bij de openhartigheid spelen weet je, ja. maar niet. Uh, je raakt het niet, verhaal niet... ook een beetje, je raakt heel snel de, de kluts kwijt als je een of twee dagen niet speelt. Oh fuck, wat was ik ook weer aan het doen? Dus dat, ja. dat vind ik zonde. Daarom heb ik dan maar eventjes uh, iets anders ervoor in de plaats gezet. En dat is, wat mij betreft, um, een van de mooiste platformgames die ik ken. Uh, we kennen hem eigenlijk van de Xbox, maar hij is nu ook op de Switch gezet. Past daar perfect. En dat is, en je mag zelf kiezen: Ori and the Will of the Wisps of oh ja. Ori and the Blind Forest. Fantastisch mooie game. Um, ook voor. Alle leeftijden, alhoewel die wel wat zielig is. Dus wie weet, als je kind daar wat gevoelig voor is, dat, dat je. Nou, dat misschien nog net te ver gaat. Maar het is een schitterende game om, om, om te spelen. Uh, uitdagend. denk wel wat te moeilijk voor kids. Uh, maar wie weet, kun je het samenspelen of uh, uh, dat hij dat meekijkt. Het is, het is qua visuals is het fantastisch. Ja, het is leuk. Maar ik, ik heb het geprobeerd met kids van geen reet aan. Ja, dat kan. Ja. Grappig. Ja. Waarschijnlijk, Waarschijnlijk net iets te. Ja, het is gewoon. Er is ook iets met Will of the Will, met die game, die Ori games. Dat ik denk, van, het is grafisch wel mooi. Ja. Maar waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? weet je? Het is ja. voornamelijk allemaal heel weird en abstract. Ja. En ja, veel emotie en weinig inhoud. En dat uh, ja, ik weet niet. Nee, Ik ben niet de grootste fan. Nummer drie, bij jou. Super, nou ja, nummer drie, het derde game. Super Mario Maker 2. Dit is ja. een do-game. Ja, ook een uh, vakantiegame. Uh, uh, ook weer vanuit het idee: van, oké, okay, kids moeten even wat te doen hebben. Je hebt eventjes uh, een paar overprikkelde kinderen en iedereen moet even chillen. Nou, dan ga je uh, dit, ga je even een Mario level bouwen. Het heeft een uh, begin en een eind. Uh, wat, er, wat ik er leuk aan vind, is dat de een iets kan bouwen en de ander kan spelen. En zo zijn ze met elkaar bezig. Uh, het is creatief in de zin van het laat je. Uh, gewoon hele creatieve processen doormaken. Um, ik vind Mario Maker vond ik een beetje uh, grof, eigenlijk mm -hmm. ook op de Wii U werkte niet ideaal. Uh, op de Switch klopt het gewoon helemaal. Dit concept is leuk, uh, de levels die je maakt is tof en ook de levels die je kan downloaden ja. super tof. Dus uh, aarre. Het absoluut een, uh, uh, nou, ook, ook gewoon leuk, omdat je er ook nog wat van kan leren en, ja. en, en be bezig bent met iets ook echt daadwerkelijk te creëren. Um, ja, eentje die bij mij niet kan ontbreken. En uh, ook nog eens een keer een van de beste games qua volgens de critici is. Dat is uh, Tetris Effect. Um, die is speciaal ook voor de, de, de Switch gemaakt. Um, ja, er zit blijkbaar ook een. ik weet niet of we de juiste trailer hebben. Maar in principe komt deze ook op de Switch uit. Um, is het een VR dit, dit is een ja, VR-trailer dit, dit is het VR-moment. Um, ja. Maar ja, ik, ik, ik hou heel erg van Tetris. Uh, ik heb dan een Gameboy die ik dan soms meeneem waar het nog op staat. Uh, ik heb nog niet een leuke app gevonden waar ik hem ook in wil spelen. Ik vind het op de telefoon niet lekker. Maar wat vind je van Tetris Effect, dat feit met die multiplayer en dat soort shit? Ja, zen van woorden. Ik kan dit uren ook weer tegen mezelf. Ja, want oh, dat Tetris, tetris Effect is niet. Tetris Effect is een multiplayer game. Uh, ja, ja, eigenlijk wel inderdaad. Ja. Ja. En dan zou je het tegen anderen, als, als er goede wifi is in de buurt. En ik zit op een resort waar dat is, dan kan je dat tegen anderen spelen. En dan vind ik dat gewoon leuk om een half uurtje uh, uh, te doen. Dus um, Tetris Effect voor mij okay. om erbij te doen. Uh, dan gaan we naar jou en dat is Luigi's Mansion 3. Ja. Hoppakee. Ook weer vanwege de uh, multiplayer of de co-op eigenlijk die erin zit. Ja. Twee-player co-op helaas maar, maar toch uh, leuk. Het is vet avontuur. Uh, ik moet zeggen, het is wel een game die je uh, speel je denk ik één keer uit. En dan heb je het ook gedaan. Uh, maar het is een, wel een game die je leuk in hoofdstukken kan spelen. Mm -hmm. um, je kan eventjes iets halen, even een verdieping vrij spelen, dat soort dingen. En dan ga je vol volgende dag weer verder. Um, ik vind dit een van de beste verhalende uh, Nintendo games die er zijn. Uh, Absoluut een aanrader. Als je dit nog niet gespeeld hebt, dan uh, ga dat direct doen. Okay. Uh, maar ik vind het ook een leuke vakantiegame, omdat die zo in hapklare blok brokken te spelen is. En dat uh, ik en moet zeggen, dit, dit was een beetje een vakantieanecdote. Toen uh, ik vorige keer met mijn kids op vakantie ging, toen uh, waren ze dit net aan het spelen thuis. Yeah. En toen gingen we, uh, we waren onderweg naar uh, Zuid-Europa en we sliepen ergens onderweg in een hotel. Want ze hadden uh, no nog nooit bewust in een hotel geslapen. Dat is wel eens yeah. gedaan, maar ze Nooit echt bewust dat het een hotel was. En toen waren ze allemaal. op een gegeven moment merkte ik dat mijn zoontje heel een be beetje zenuwachtig was. En ik zag wat ze aan de hand En toen dacht hij dus dat dit een hotel was: dat het een soort <laughs> oud spookhuis. Ja, dat ja, we ja. daarin zouden gaan slapen. Dan, omdat dit is ho hotel. Hoe heet het uh, uh, heet dat hotel nou van. Nou goed, whatever. Um, die dacht dat we hier in een Luigi's Mansion ja. uh, gingen zitten. Ja, dat, dat is uh... natuurlijk wel van... Uh, sommige games hebben een wat donker ondertoon. Net bijvoorbeeld uh, als, uh, hoe heet het nou, Ori in the Will of the Wisp. En sommige kinderen zijn daar inderdaad dan wat vatbaarder voor. Nou, Nintendo weet het altijd wel goed in de hand te houden. Dat het, het is een beetje leuk griezelig, als ja. het ware. Ja, deze game is fantastisch. Um, ik vind het ook gelijk een van de beste games op de Switch, hoor, moet ik zeggen. Oké, okay. het is al een tijd geleden dat hij uit is gekomen. Ja, dan twee, dan mag wel eens een nieuwe jaar komen. geleden. Dus, uh, ja. uh, ik heb er ook nog een, een beetje een ouderwetse gamer game in gedaan. En dat is denk ik een van de beste uh, ja, ja. indie games. Uh, uh, en dat is Hades. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, dat, dat is wel echt. Het uh, is roguelike. Dit, dit is moeilijk. Uh, ik wilde deze altijd nog een keer gaan spelen. Is gevaarlijk, want ik ben daar heel erg gevoelig ook weer voor. Als ik dan iets niet haal, dan moet ik het halen. En voor het weet voor uh, zit ik 3,5 uur in de schaduw in plaats dat ik in het zwembad zit. Um, maar dit is wel echt een hele goede game. Um, als je deze nog niet gespeeld hebt en je wil zoiets meenemen op vakantie. Omdat dat nou eenmaal je ding is. Dan is Hades gewoon echt een hele goede keuze. Ja. En jij had als laatste... Into the Breach. Into the Breach is ja. een... Um, uh, dat vind ik nou tof. Ook een indie ja. game. Uh, strategische game. Dus waar ik niet Advanced Wars meeneem... Uh, heb ik dat met Into the Breach. Een game die overigens ook gewoon op Steam uitkwam. En misschien nog wel een andere platform ook. Maar hij werkt gewoon heel erg leuk uh, als mobile game. Hij is er denk ik ook gewoon als mobile game. Maar mm -hmm. hij is er dus ook als uh, voor de Switch. Ja. En um, hij is uh, lastig uh, en uitdagend en strategisch en... Dat zijn drie dingen die ik absoluut nodig heb bij een, uh, bij een strategy game. Ja. Als je het zo ziet, dan denk je: wat de fuck? Waar heeft Boris het over? Maar geloof mij, uh, <laughs> je moet je eventjes uh, even de knop omzetten, even kijken hoe dit precies werkt, yeah. hoe de units werken, uh, wat de uitdaging is, en dan uh, in no time ben je smoor into the breach. Kun je dit zeg maar in korte sequenties spelen, of moet ja, je? Ja, je speelt potjes. Ja. Dat, uh, uh, ja, dat kan. Ik vind het altijd wel belangrijk uh, dat, het, dat het kort en hapbaar is. Maar Into the Breach is inderdaad een uh, uh, ja, critically acclaimed, zoals ze dat noemen. Het wordt echt gigantisch goed. Uh, hoge cijfers hebben ze gehad. En uh, voor RTS is dat gewoon... Uh... Het is tijd voor vervolg. Ik heb al heel ja. lang... De game heeft uh, volgens mij in de tijd Mellem me nog een keertje aangeraden. Jezus. Uh, ja, dat is echt wel vijf, zes jaar geleden dat dat uh, uitkwam. Dus het is tijd voor een vervolg. Oké. Okay. Ja. Mijn laatste game, um, ook eentje. Die komt eigenlijk meer van de Sony-kant af, waar ik ook aan verslaafd ben. Lijkt een beetje op Tetris. Weer dat, dat zen-achtige wat ik heb, is Lumines uh, Remastered. Ook omdat het gewoon, ja, die muziek zit er ook in. Um, dus eigenlijk speel je ook weer iets vrij. En daar gaat de muziek, gaat dan, wordt dan ook anders. En, um, ja, dat, dat kan ik dan ook uren achter elkaar spelen. Het is gewoon een beetje een tik die ik heb. Het zal niet voor iedereen zijn. Um, ik kan me ook voorstellen dat, dat kinderen hier misschien dan weer heel erg druk van worden. <laughs> die krijgen epilepsie. Ik krijgen epilepsie <laughs> ervan. Uh, maar uh, die staat bij mij ook altijd standaard erop voor een, uh, een potje hier en daar. Dus uh, die pak ik. Mee, goed. Mooi. Dat waren ze. Uh, zoals altijd, de vorige keer was hartstikke leuk. Zet even in de comments tips die jij hebt: van, zijn er nog switch games die wij vergeten zijn? Want er komt echt heel veel uit. Ik ben ook een beetje op zoek naar die tips die dan gewoon in de e-shop de e zitten. Gewoon van die goedkope dingen van 4, 5, 6 euro, weet je wel. Die, die zijn er ook. Misschien in die achtige projecten die leuk zijn op vakantie. Want ik zoek eigenlijk nog wel iets wat ik niet ken. Dus laat het even weten in de comments.